Maandag 6 november 2017: Tim van Aalst, de regisseur en bedenker van onder meer Benny Door, en Safety First, werkt aan een tragicomische reeks over de beginjaren van VTM. Dat schrijft het laatste nieuws. De serie zal Studio Tarara heten en draait om een programma dat in 1993 op VTM te zien zou zijn geweest. Voor kijkers die de start van de commerciële televisie in Vlaanderen hebben meegemaakt, wordt de nieuwe fictiereeks sowieso een trip down memory lane. Het is namelijk de bedoeling dat wie de serie bekijkt, de gouden tijden van VTM met Rad van Fortuin en ...om te zien zal herbeleven. Studio Tarara wordt de rode draad. Concreet volgen we de cast en de crew. Een bende tragische gelukzoekers die voor een stuk zichzelf de duivel aandoen. Het gaat over verslavingen aan drank, drugs en succes. Allemaal korte shots geluk waarvan je er steeds meer nodig hebt om het emmertje te vullen. Dat leidt uiteindelijk tot een spiraal van zelfdestructie. Dat heeft veel te maken met hun obsessieve zoektocht naar geluk. Ze zitten vast in de euforie van het moment en willen daar steeds meer van al. Dus Tim van Aalst in het laatste nieuws. Het is zeker zo dat enkele verhalen gebaseerd zullen zijn op echte... Beurtenissen, zonder dat het de bedoeling is om een waarheidsgetrouw beeld te schetsen. Dit is een fictiereeks en we doen echt wel ons eigen ding. Zo vervolgt Van Aalst nog voor Tim Van Aalst en zijn team wordt Studio Tarara een hele uitdaging. Ze stappen namelijk af van het pure komische werk waarin ze zo goed zijn, denken we. Maar aan Safety First en wat als Van Aalst zou graag in maart volgend jaar beginnen draaien? Wie zijn kast wordt, weet hij al. Maar alle namen wil de regisseur nog niet vrijgeven. Wel al bekend zijn de namen van Rut Beekmans en Koen de Graven. En zien we in een hoofdrol terug. Studio Tarara moet klaar zijn tegen 2019 het spreekt voor zich dat de reeks zal kaderen in de eventuele festiviteiten rond het 30 jarig bestaan van VTM Bron het laatste nieuws